straks gaan we naar de open deurdag van VTS 3. En zo is hier ook nog, dus die is nu aan het eten. Dus die is hier te eten, zo. En Bakka. Zo. En dan gaan we je mondje afkuisen en dan is het klaar. Nam. Dus we zijn er helemaal klaar voor. Dus ik had Muffin ook nog naar de kapper. Zijn bak is al klaar, dat staat daar. Dus het is helemaal uitgewassen en zo. En dan gaat het dan in, doet de boos stro in. En dan kan het dicht en dan is het klaar. Maar eerst gaan we de grote dingen doen, dus kijk er helemaal naar uit. We zijn vertrokken naar de VTS 3. Wel spannend, want ja, zodat jullie dat weten, zie ik natuurlijk wel een beetje anders uit. En dat maakt het ook wel heel spannend, omdat ja, veel mensen gaan me waarschijnlijk niet herkennen van leerkrachten. En dan moet je ze zeggen van ja, ik was die. En dan is dat wel een beetje van ja, hoe moet je dat aanpakken en zo. Dus dat is wel een beetje stress, maar ja, ik kijk er wel naar uit om het toch ja, een keertje te zien en te zien van hoe of ze me herkennen of niet natuurlijk. Dus ja, ik zou zeggen, we zien het wel hoe het allemaal verloopt eigenlijk. Het is natuurlijk niet altijd heel gemakkelijk. Ik heb er ook eerlijk gezegd ook wel wat stress voor, omdat ja, het is ook de eerste keer, het is ook 2 à 3 jaar geleden dat we dat het geleden is met de corona, kon het niet. Dus, maar ik ben aan de ene kant ook al fier dat ze nu eigenlijk ook wel, hoe moet ik het zeggen, echt zien hoe dat ik er nu zo uitzie. En dan staan ze mij zo in, moet ik zeggen, stukjes, moet goed uitleggen, proberen uit te leggen, zo goed snappen. En dan had ik misschien alleen maar een snor of een baard. Nu zijn mijn borsten er ook af, dus heb ik zoiets van, ja, ze gaan me wel zien hoe ik eigenlijk ben. En dat is wel leuk, eigenlijk aan de ene kant, maar ook wel spannend, omdat heel veel mensen, ja, kennen me niet. Dus we zien het allemaal wel hoe het gaat verlopen. We zijn met de buggy. Dat was normaal ook niet het plan, maar ja, we zien het allemaal wel goed als zijn. Dus ja, ik ga wel verlegen zijn denk ik ook wel, want ik ben misschien altijd zo openhartig hier in deze vlog. Ook tegenover mijn familie, familie, vrienden. Maar in het echt ben ik echt wel heel verlegen. De fans die mij al tegenkomen hebben, dat wel al weet dat ik niet echt zo open, ik zo weer verlegen ben, dus ik ben wel een beetje zenuwachtig. Maar we zullen het wel laten op ons afkomen. Leef, mensen die verzinnen, we gaan weer door. En dan gaan we naar daar naar buiten en dan gaan we nog eens kijken of er nog andere mensen tegenkomen. Kijk eens hoe schoon het is. Het is hier leuk, zegt hij. We hebben veel geleerd. Hè. Ik ben met Bouwen geweest, hij is alleen maar gaan zwijgen geweest. Ja. Het was super leuk. Ik heb al heel veel mensen gezien. Sommige mensen herkennen me wel. Sommige mensen vragen wat heb je gedaan. En dat is wel grappig eigenlijk. En ook heel veel leerlingen kennen me natuurlijk, want ja, door TikTok. Want het is hier wel leuk. Dus we gaan straks naar boven gaan kijken. En dan gaan we zo erom doen. Want het is een beetje een zoektocht eigenlijk om iedereen te vinden. Maar de meeste mensen zijn ook aan tafel om te eten. Daarmee dat we nog meer van mensen gezien hebben. Ja. Dus daarmee, maar dat komt wel in orde. Drinken. Dus als je oud leerling zit, dan heb je de cola. Hij zit hier ondertussen te zitten, te prutsen. Wat ik dus zei, prutsen. En ik ga genieten van mijn cola. Ik ben hier wat koeken, maar ik krijg geen koeken. Dus hij heeft goed gegeten, dus maar hij heeft geen koeken nodig. Dat is teel gevonden. Ik doe geen lachjes. Het is de eerste keer dat ik op een springkasteel zit. Oh, ik doe dat ik weet. Ik heb het al meerdere keren gedaan. Maar hij, dat is voor de eerste keer. Ja. Ja. Maar echt zo. Springen. Op en neer. Springen en dan liggen neer. Zo. Kijk, ze lach. Ik heb niet aan dit geval.
doen. Pandabeer. Helemaal gesmeend als een panda. Schoon, hè. Ik vind het ook mooi. Dus wat we hebben, is dat het heel lekker zal gaan. Mama. Ja, je maakt dank u. Ben je van een ander lijfje? Heel leuk. Ik zal het eens eventjes doen hoe je dat moet doen. Dus is lieve mama, luister even. Ik wil een cadeautje geven. En ik geef jou een dikke zoen. Mama, ben je nu blij? Dus is meneer aan de koeken. Meneer is aan de koeken.